Den Haag waarschuwt ouders voor fatbikes, niet veilig, niet verzekerd en al 800 boetes. De gemeente Den Haag waarschuwt ouders voor de risico's van fatbikes, vooral voor jongeren, in een recente brief die is verstuurd. Fatbikes, populair vanwege hun robuuste uiterlijk en elektrische aandrijving, worden vaak aangepast om harder te rijden dan wettelijk toegestaan, wat leidt tot veiligheidsrisico's. Veel van deze fietsen voldoen niet aan de wettelijke eisen, zoals de limiet van 25 km per uur en een motorvermogen van maximaal 250 watt. Wethouder Captains van Den Haag benadrukt dat verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en roept ouders op om hun kinderen bewust te maken van de gevaren van opgevoerde vetbikes. Niet alleen kunnen zulke fatbikes leiden tot boetes van 310 euro en inbeslagname, maar er is ook een groot financieel risico bij ongelukken omdat deze fietsen niet verzekerd zijn. De politie controleert streng op de fatbikes die niet aan de regels voldoen en in Den Haag zijn dit jaar al meer dan 800 boetes uitgedeeld. De gemeente adviseert ouders om hun kinderen pas vanaf 16 jaar op een vetbike te laten rijden en regelmatig te controleren of de fiets is aangepast om de onnodige risico's te vermijden. Met deze maatregelen hoopt de gemeente het aantal ongelukken te verminderen en de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren.